1, 2, 3. Welkom bij mijn vioolles. Ik geef les in Sneek en in Bolsward voor het atrium. En heb daar 20 leerlingen, vioolles. 1 op 1 en af en toe in kleine groepjes. Dat hangt van de leerlingen af wat ze willen. Naast het lesgeven speel ik vooral concerten. Wat ik jullie wil laten zien vandaag is hoe je bij mij viool leert spelen. Vooral heb ik een paar kleine filmpjes, want ik werk ook met filmpjes die we dan regelmatig naar de ouders sturen, omdat ze niet altijd natuurlijk in de les bij kunnen zijn. En nu, dat laatste jaar, helemaal niet. Je begint dus bij mij. En bij iedereen als je viool speelt, eigenlijk met losse snaren spelen. Losse snaren spelen houdt in dat je dus nog niet de vingers gebruikt, maar alleen de snaar zonder te grijpen. Als je dat een beetje beheerst, dan ga je over met vingers. En je begint met de eerste vinger. En daar heb ik een klein liedje van 2 leerlingen van mij. De ene tokkelt en de andere strijkt alvast. En wat ik dan graag doe, is popliedjes spelen. Je kan namelijk op de viool vrij snel een begeleiding spelen. Als je een beetje 2 snaren kan strijken, dan klinkt het meteen voller en na een kleine band. En dat doen nu mijn volgende 2 leerlingen. En als je dan nog zoveel geluk hebt dat je moeder ook nog viool speelt, nou ja, dan krijg ik wel eens van dit soort filmpjes opgestuurd waar ik er heel erg blij van word. En natuurlijk kon ik het niet laten om even aan mijn leerlingen te vragen wat ze van vioolspelen vinden. Dat ging allemaal via de laptop, dus de beeldkwaliteit is niet super, maar kijk daar maar overheen. Dus vioolspelen is in mijn vioolklas. Toch! Fantastisch en het geluid klinkt ook heel mooi. Superleuk! Misschien het moment op de dag dat ik veel moet lachen. Popmuziekjes! Superleuk! Leuk! Nog een klein stukje van Johann Sebastian Bach, mijn favoriete componist, die dit 300 jaar geleden ongeveer voor zijn leerlingen gecomponeerd heeft. Je kan bij ons een proefles volgen. Schrijf je in. Dan gaan we 20 minuten uitproberen hoe het gaat als jij de viool in de handen hebt. En wat je ervan vindt om te strijken vooral. Want dat is het bijzondere aan de viool. Nou hier, dus met mijn strijkstok, wat je dus ook hebt gezien. Produceer je dus de toon. En dat moet je leuk vinden. En ik hou er heel erg van, want ja, maakt gewoon een heel warm, mooi geluid. Nou, ik hoop tot snel.